NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft gisteren bij de viering van de 74ste verjaardag van de partij de familie Pengel bedankt voor de grote bijdrage die Johan Adolf Pengel heeft geleverd aan politiek Suriname. De jaardag van de partij is vanwege de COVID-19-pandemie in klein verband gevierd op het Onafhankelijkheidsplein. Daar zijn er kransen gelegd bij het standbeeld van Pengel. Rusland stond stil bij de ontwikkeling die de partij heeft doorgemaakt in de afgelopen 74 jaren. Hij erkende de NPS in kracht achteruit is gegaan, maar is ervan overtuigd dat deze kracht kan worden herwonnen. Partijgenoten, deze dagen is aan de orde geweest onder andere de bijdrage van een van de grote voorzitters, meneer Johan Adolf Pengel, van wie zijn beeld hier achter mij staat. En we hebben dat gehad in relatie met de discussie over de positie van de heer Jagannath Lachman, voorzitter van de VHP. Dames en heren, ik denk dat eerlijkheid gebiedt om aan te geven dat in de Surinaamse politiek deze twee leiders, de heer Pengel vanuit de NPS, de heer Lachman vanuit de VHP, een bijzonder belangrijke rol hebben vervuld in de eenheid van die verschillende bevolkingsgroepen die hier samen zijn gekomen. Rusland ging ook in op de status van de partij in de huidige coalitie. Hij is ervan overtuigd dat ondanks de bescheiden bijdrage van de partij, de NPS toch een grote stempel zal drukken op de ontwikkeling van Suriname. Maar ik kan u zeggen dat wanneer er partijgenoten zijn die kijken naar die situatie en zeggen van ja, mami, ben wan moraboom. De realiteit is dat wij een bepaalde positie zijn toebedeeld in het geheel. En waarbij wij op een bescheiden schaal op dit moment onze bijdrage kunnen leveren. Maar we hebben het al eerder gezegd, we hebben diverse vergaderingen gehad in Grondjari om te praten over de weg vanaf 25 mei naar hier toe. En het is steeds weer naar voren gekomen dat Wielik NPS, we weten waarvoor wij staan. Wij hebben een bepaalde, zeg maar, positie in die samenleving, welke wij moeten uitstralen en de belief moeten creëren naar grote delen van deze samenleving. En dames en heren, dat zullen wij moeten blijven doen. NPS-voorzitter Gregory Rusland gisteren bij de viering van de 74ste verjaardag van zijn partij op het Onafhankelijkheidsplein.